Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Minecraft Hardcore Modus, waar we in ons mooie afhuisje weer verder gaan. Tenminste, ik wacht dat we verder gaan. Eigenlijk weet ik het bijna wel zeker, want ja, het begin van de aflevering, dus dan is het best logisch dat we verder gaan. Wat ik tussen de afleveringen sowieso door heb gedaan, is iron zoeken, want ja, we hadden iron nodig, full iron, en ik heb een iron sword en een pickaxe gemaakt. Op zich allemaal best wel handig, lijkt me. Nou, het is sowieso wel handig, want ja, we hebben het sowieso nodig, per definitie. Dat heeft me heel wat mijnen gekost, dus als we even hier naar beneden gaan, dan heb ik mijn eerste cobblestone dingetje gemaakt. Dus we hebben al best wel wat cobblestone in de between de afleveringen verzameld. Nou, dat vind ik al best wel heel erg redelijk netjes. Nu gaan we dus op pad, want ja, we gaan... Tenminste, ik zei dat ik wat ging verkennen, dus dat wou ik eigenlijk ook gaan doen. Sticks, daarvan in ieder geval genoeg torches nodig. Die kan wel weg. Die kan ik beter equippen, want als we moeten knokken, dan kunnen we beter onze beste wapens bij hebben natuurlijk. Want zaad en zo hebben we eigenlijk ook niet nodig. Wat ik eigenlijk wel wil hebben, en dat heb ik ook niet bij me, dat is een aantal sticks. Voor als we in één keer toch wat moeten maken. Daar heb ik allemaal cobblestone al weg natuurlijk. Hè? Dat is wel weer jammer. Ik zeg even snel iets van 11 cobblestone pakken. Wat een geklik. 10, 11. Maken we even 3 pickaxe. Kunnen we namelijk wel gebruiken. Repackaxe. Yes. Voor het geval dat. Oh, daar hebben we 2 te veel gemaakt. Of 1 te weinig. Ik ga nog even snel 1 op. Want het begint toch avond te worden. En als het avond wordt, dan gaan we natuurlijk niet weg. Want het leven is gevaarlijk om dan weg te gaan. Dat is sowieso wel een feit dat het dan levensgevaarlijk is om hier weg te gaan. Dat doen we ook niet, want I like my life. Ik hou van mijn leven. Dus ook eerst even kijken naar ons voedsel. Wat we zouden kunnen doen is... brood bakken. We hebben 10 broden, dan hebben we in ieder geval weer wat brood. Of tenminste, hebben we tenminste een soort van voedsel altijd bij ons eventjes, voor nu. Want we gaan gewoon echt wel voedsel nodig hebben in ons mooie leven. Nou, dan gaan we nu dus verkennen. We hebben voedsel bij. We hebben dingen bij die we niet nodig hebben. We hebben een waterbucket bij. Dus ja, wish me good luck. Ik weet dat hier ergens een cave is. En een... Rennen. U bent te dicht bij mijn mooie huis. Sorry. Anders durf ik wel te knokken tegen u, maar... Zo dicht bij mijn mooie huis, dat vind ik een beetje zonde voor mijn huis. Om heel eerlijk te zijn. Bent u hier nog? U bent hier nog? Kijk, die durf ik wel aan te vallen, want die is redelijk ver weg van mijn huis. Dus je kijkt, dat gaat wel goed, maar als je zo naast mijn huis staat en het gaat per ongeluk mis, nou, dat is een beetje lullig. Hele huis naar de grootje. Dus je kijkt, we zouden hier natuurlijk erin kunnen gaan, maar dat is wel heel hoog. Dat is wel heel hoog. En ik weet dat hier ergens nog een plekje is om naar binnen te gaan. En dat zag er iets vriendelijker uit, of tenminste vriendelijker. Ik denk niet dat vriendelijk hier bestaat. Ik heb wel iron gevonden, dus we kunnen er in principe wel. Kijk, en die komt naar mij toe. Dat vind ik ook wel leuk. Dankjewel. Wat gezellig, joh. Dat je naar mij toe wil komen. Oké, dat is ook wel weer mooi. Weer eentje dood.
Dan gaan we eerst eten, want anders dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. Dan gaan we hier naar beneden. Het is hier wel donker. Het is hier hartstikke donker. We hebben net wat gevonden. We hebben iets gevonden wat je niet alledaags vindt. Een mob spawner hebben we gevonden. En dat is heel leuk, denk ik. Denk ik. Ik heb er eigenlijk niet zo heel denderend veel verstand van. Wat misschien een beetje triest is. Maar we hebben hem gevonden. Een golden apple. Ik weet ook niet wat je daarmee kan. En een name tag. Een holte flash. En Iron Ignits, ik denk dat ik daar heel erg blij mee moet zijn. En die name tag weet ik niet wat ik ermee kan, dus daar zal ik ook wel blij mee kunnen zijn, denk ik. En de chests, die zijn ook leuk. Want die kunnen we sowieso wel gebruiken. Oké, nou dan gaan we deze kant eerst even verkennen. Want ik heb niet zin om straks in één keer aan te vallen worden door een creeper of iets in de richting daarvan. Wat leuk, we hebben hier gewoon een mob spawner gevonden. Dus daar kunnen we een soort van XP farm van maken. En er is hier hartstikke veel te hakken. Ook leuk. En dat gewoon voor de eerste paar minuten van de let's play, hè. Dat is wel heel erg goed eigenlijk, of niet? Dat is wel echt een streepje next level eigenlijk. Denk ik. Dat weet ik bijna wel zeker. Nou, dan kunnen we hier heel wat gaan hakken, want ja, we moeten al die coal meenemen en al die iron vooral. Coal heb ik al wel redelijk verzameld. Op een of andere manier tijdens het hakken naar iron kwam ik heel veel coal tegen. Maar de rest, bijna niet. Bijna niet. Iron, echt helemaal niet. En nou, dat is toch wel iets wat we nodig hebben. Aangezien we met iron full iron moesten maken. En ja, I like full iron, want dat is beter dan helemaal niks. En voor mij is dat ook een van de eerste armor soorten die je kan maken. Ja, of leer. Maar leer is wel heel erg slecht. No offense to leer natuurlijk. Maar het is wel een van de slechtste. En ik weet niet of dat daadwerkelijk nut heeft dan. Om meteen met het allerslechtste van het slechtste rond te gaan lopen. Dus dit is op zich wel redelijke armor. En het is ook nog wel leuk dat we het gewoon hebben verzameld zo, zelf zo. Altijd, ja, dat is altijd doe je dat natuurlijk. Want ja, ik heb het moeilijk kopen op dit moment. Misschien kan dat wel, maar ja, dan moet je de grondstoffen om het te kunnen kopen ook zelf verzamelen. Dus wat dat betreft, it's all the same. Wat leuk jongens, we hebben al heel wat kool gevonden. En iron gaan we straks ook vinden, lijkt me. Oh weet je, we hebben het al wel gevonden, maar we hebben het nog niet opgehakt. Tenminste, ik heb het wel gezien al. Daar, nee, dat is geen iron. Nope, you're a fucking loser. Hier is iron. Dat er dan ook nog een beetje veel iron is, want dat zou dan ook nog wel leuk zijn. Ik vind altijd van die hele grote plakaten vol met kool, maar iron, nee, iron bijna nooit. Hele plakaten vol. Oh, ja, dan krijg je dat gauw hoor. Ons inventory is vol. Ja, wat moet ik daar nou weer mee dan? Die keer wel weg, want dat gaan we sowieso niet meer gebruiken, stone sword. Dan moeten we daar nou weer terug. Moeten we terug om onze inventory te legen. Want ja, dit ken natuurlijk niet. We kennen moeilijk zo. Hé jongens, we hebben één ding gevonden. We hebben alles leeggehaald. En ja, nou zit de inventory vol. Dus dan gaan we niet meer verder. We even legen. En dan gaan we dan weer verder. Want we zijn toch vet dicht bij onze basis. Die vol met shit zit. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. En het is nog dag, dat is ook wel heel erg leuk, want ik hou wel van dag. Hé, hey, kijk, hier is ook nog iron. Die willen we ook hebben. We want all the iron in the world. Vooral deze iron, want dit is leuk om te hebben. Alhoewel, het is wel veel werk om alles weer leeg te hakken. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar ik vond het sowieso wel een goed begin. Aangezien we meteen in de eerste paar minuten een fucking chest vinden. Met dingen erin en zo. En dat is
Oh, dat is wel heel erg leuk. En het is toch gewoon naast mijn huis. Dat is nog wel extra vet eigenlijk, hè? Dat maakt het eigenlijk gewoon wel een soort van... soort met af. Dat je hier woont en naast je huis staat een mob spawner. Wat we moeten gaan gebruiken. We moeten het gaan gebruiken. Het is gewoon verplicht, eigenlijk. Want we gaan sowieso veel XP nodig hebben straks. Dit is cobblestone. Ik heb eventjes geen ding bij me, dus dit wordt even gewoon zo'n plek voor mobtops, denk ik, dat we dat voor kunnen maken. Strings. Nou, dan hebben we alweer wat weg. Dan maken we nog even een chest, want dan maken we nog even een chest voor... random shit. Lijkt me wel handig. Oh, wacht, chest. Waar maken we chests? Hier. Ja. Nou, even de, wat random shit. Die kennen we in, die kennen we in, die kennen we in, die kennen we in. Dat kennen we ook wel even in. Die hebben we nodig, dat kan er ook wel even in. Random. En mob drops. En dan hadden we hier nog iets, of niet? Of had ik dan even alweer verkeerd in mijn hoofd? Ik had dat verkeerd in mijn hoofd, ik heb niks meer hier. Het enige wat ik nog heb is cobblestone en die kan ik hier erin doen, want dat is toch voor de cobblestone. Oh wacht, ik heb nog een bucket. Twee buckets heb je niet zo aan, denk ik. Nou ja, je zal er wel zo wat aan hebben, maar niet op dit moment. Op dit moment denk ik niet dat we dat nodig hebben, twee buckets. Ja, ik denk dat het wel goed zo is. Gaan we nu de volgende plek bezoeken. Dat lijkt me op zich nog best leuk, want de eerste plek die we hebben gevonden, meteen supergoed. Misschien wel handig als we dat even wat nodig... Ik heb even een heel goed idee. Het begint nou ook net wat donker te worden. Dat is deze mijn. Zo, dan weten we in ieder geval dat we dit al gehad hebben. Want we hebben hier nog niks op gebouwd, dus dat lijkt me sowieso wel handig om dan even zo te doen. En ik zie dat het donker begint te worden. Het is wel handig hoor, dat je gewoon je bed meeneemt en als je dan ziet, hé, het wordt donker. Let me go to bed. Ja, jongens, ik mag alleen maar 's nachts slapen, hè. Wat trouwens wel risky is, is we zijn nu lekker aan het rondlopen en aan het rondwandelen, maar we moeten onze plek wel weer terug kunnen vinden. Dus ik wil eigenlijk ook niet te ver weg gaan, want ja, als we te ver weg gaan en we kunnen de weg niet meer terugvinden, dan zijn we de lul natuurlijk. Dan kunnen we nooit meer ons eigen huisje terugvinden, dus dat is een beetje risky, want we hebben nog geen mappen en zo. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in, maar ik dacht dat hier in mijn huis eigenlijk zo'n super grote ravijn was. Of tenminste in mijn huis, naast mijn huis. En dan weet ik dat dit op zich wel een grote ravijn is, maar ik zie nou niet echt de behoefte om hier naar beneden te gaan, want dit is ook nog gewoon heel erg donker. Daar heb ik dan net weer geen zin in, want ik dacht dat er meer was. Maar ik hoop dat we gewoon meer vinden straks. We kunnen op zich hier wel even kijken. Kijk hier. Deze bedoel ik. Kijk, deze is dan daadwerkelijk ook nog wel wat licht.
Ja, deze is op zich nog wel wat licht. Als we nou dit doen. Dan staan we hier ook meteen zo lekker in het midden van de wereld. En ik weet niet of we hier daadwerkelijk veel gaan vinden, maar in ieder geval beginnen we met kool. Dat is al een klein begin, dacht ik. We moeten even eten, want anders gaan we sowieso niet hier lang vrolijk zijn. Because we like food and we need it, because if we don't need food, dan hoeven we hier ook niet te zijn natuurlijk. Ik had eigenlijk gedacht dat het een stuk spannender zou zijn, want normaal gesproken zou je zeggen exploren, weet je, we gaan de mijnen in en zo, maar het nadeel is dat we gewoon nog niet een map hebben of zo, want als je geen map hebt en je kan je huis niet meer terugvinden, dan ben je eigenlijk gewoon ergens fucked. En er zijn nog wel een paar caves hier in de buurt, maar ik dacht deze lijkt me ook wel heel erg vet om te exploren, maar valt me eigenlijk op dit moment nog een klein beetje tegen. Klein beetje heel erg eigenlijk, maar ja, je weet het niet, hè? Misschien komen we straks nog wel wat leukers tegen. Ik hoop het dan maar, want ja. Anders dan is het wel echt een beetje een tegenvaller voor dit gedeelte dan, hè? Want de rest is op dit moment nog best wel leuk. We vinden al best wel veel iron, meer dan ik gevonden heb in de voorgaande uur dat ik heb lopen rechtdoor hakken als het ware bijna. Maar dit is ook niet echt een hele grote raffine. Ik ga dit nog even snel ophakken en dan gaan we op zoek naar een andere cave hier in de buurt. Tenminste, gaan we dat doen? Ja. Nou, hiervoor kan ik trouwens ook nog wel een keertje terugkomen zelf. Dat is niet eens zo heel veel moeite. Ik kom hiervoor nog wel een keertje zelf terug. Anders dan het staat gewoon naast mijn huis als het ware, dus dat valt op zich wel mee. Iron hebben we vooral nodig. Kool hebben we op zich al wel redelijk wat van, dus dat is niet zeg maar de prioriteit. Aha, een lift van water. Had ik even mooi bedacht, hè? Dat hadden we even heel mooi bedacht. Nou heb ik hier ergens nog zo'n donkere grot gezien, dus dan wil ik daar gaan kijken. Op zich hebben we wel echt een ideale plek hoor, want daar kunnen we mooi ons graan verbouwen. Hier hebben we onze koeien wat staan, gezellig. Allemaal koeien. En er is hier nog genoeg plek voor een soort van fishing dock. Want ik wil nog, nou zeg maar echt zo'n, hoe noem je dat, zo'n klein steigertje waar je kan vissen zeg maar. Het lijkt me wel heel geinig om te bouwen hier ook nog. Maar er moet eerst nog maar iets van een barn komen ofzo. Dat lijkt me ook nog wel leuk. Maar er gaat al heel veel werk zijn. Hier ergens zie ik het al voor mij. Ja, daar. Daar zie ik een soort van ingang. Van iets. Dus hier kijk ik altijd naar als ik naar mijn mijn ga. Maar ik weet niet hoe groot het is, dus. Die beest heb ik echt daadwerkelijk een hekel. Deze beesten zijn best wel heel erg sterk eigenlijk. Nog ja, nu heb ik dan full iron. Dus dan valt het enigszins wat mee. Maar als je die niet hebt, jezus, wat kunnen die beesten dan irritant zijn. Want die kunnen je daadwerkelijk gewoon ook raken als je op een afstandje van ze bent. Hè? En dat maakt het meteen wel heel erg lastig. Maar goed, we zijn hier voor het exploren. Dit is best wel nog een grote cave, hè? Eigenlijk. Op zich alleen maar leuk, want
Dan gaan we nu daadwerkelijk wel iets spannends doen. Afhankelijk van hoe lang deze game nog duurt. Want voor mij is dit het. Is het einde alweer, jongens. Jammer, wel jammer. Dat is wel een beetje jammer, inderdaad. Jongen. Maar we hebben iron gevonden. Yay, iron. We zouden weer kool nodig hebben om het allemaal weer te kunnen verwerken. Dat is dan wel weer een beetje triest. Maar we hebben een paar combats gehad. Dat is dan toch. Is dat leuk, jongens? Is dat leuk? Nou, ik weet het niet of dat leuk is. Ik had liever gewoon iets cools gevonden of zo. Maar. Het is even niet anders. Hè. Het is even niet anders. Nou, dit is eruit. Misschien wel leuk als we straks wat een sign ophangen of zo, zeg maar, dat we de grot verkend hebben. Dat lijkt me dan nog wel geinig. Ja, dat kunnen we straks nog wel doen. Ik vind dat gedeelte vind ik altijd creepy aan Minecraft. Tenminste tot nu toe. Dan ben je zo lekker wat aan het rondwarrelen of rond aan het lopen. En dan hoor je ineens zo'n creepy ass geluidje. En dan denk je, what the fuck is hier aan de hand? Wat gaat er gebeuren? En dat weet je dan niet. En dat maakt het juist extra creepy. Ja, dat maakt het wel extra creepy. Dus ja, dat vind ik eigenlijk best wel creepy. Ik vind wel dat we nu kapot veel iron gevonden hebben al ondertussen. Wat echt een heel goed teken is. Want dat betekent dat we onze tools in ieder geval nog een keer her kunnen maken. Indien nodig. Nou, hier is ook niks, dacht ik. Maar dan kunnen we ook nog even kijken hierop. Nope, hier is ook niks. Het enige wat ik nu nog zie is hier één iron. Hey. En waar één iron is, zijn twee iron. En waar twee iron is, is kool, blijkbaar. Nou, ook altijd leuk, kool. Want kool. Het is niet dat we het nu op dit moment nodig hebben, maar het is altijd leuk om te krijgen natuurlijk, hè. Of om te vinden. In dit geval vinden we het. Nou, dan is het nog leuker. Ik vind trouwens nog meer iron. Dat is nog leuker. Daar nog een iron. Daar nog een iron. Nog een iron. Jongen. Wat leuk eigenlijk. Dan vinden we allemaal iron en zo. En dan kunnen we straks hartstikke veel bouwen en maken. En tenminste een tijdje overleven. Want dan hebben we tenminste altijd full iron als we het nodig hebben. Maar dat kunnen we denk ik al wel 4-5 keer maken. En ik vind hier nog iets leuks, denk ik. Vinden we hier nou nog wat leuks? De cave gaat hier verder. Jongens, wat leuk. Daarom moet je dus alles ook gewoon weghaken natuurlijk. Hè. Dat zie je nu maar weer. Die moet alles gewoon weghaken. Want dan kun je ook nog af en toe eens wat vinden. Dat is wel extra leuk. Alleen dit is wel veel werk, al die kool hakken en zo. Maar ja, hier zijn we dan nu toevallig wel echt. En het andere, dat is gewoon niet leuk, weet je. Hier staat tenminste nog te hakken met de kan elk moment creep komen. Dat is dan wel. Dat heeft dan enigszins nog wel wat, dacht ik. Hoe we hier nou weer naar beneden moeten komen, dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik het wel weet. Ja, dit is wel een mooie weg naar beneden. Maar het houdt hier ook alweer op. Dat is dan wel weer triest. Houdt het hier niet op. Nou. Vindt hij wel donker. Te donker. Nou, en dan moeten we hier ook weer omhoog zien te komen. Dat is dan wel weer lastig. Nou, lastig. We kunnen ons gewoon naar boven hakken natuurlijk. Wat we ook gaan doen. Want ja, we moeten hier natuurlijk sowieso naar boven komen. Want ik wil weten wat hier is.
We zijn wel zo nieuwsgierig dat we dat willen weten. Aha, kijk, hier gaat het verder. Dat is nog leuker. Het wordt steeds groter, weet je. Dat is nog wel geinig, want ik had gedacht, oh, we zijn er al doorheen. Maar niet dus. We hebben één helft gevonden en geëxploreerd en die andere helft zijn we nou nog mee bezig. Op zich is dat wel geinig. Nou, het is wel een beetje jammer dat het hier eindigt. Maar we hebben een mushroom gevonden. Ik weet niet of we daar super blij mee worden, maar... wat ik in ieder geval weet is... dat we nou op een punt zijn dat we ook ergens diamonds moeten kunnen vinden. Zo diep zitten we nou ondertussen wel, dacht ik. Maar zo'n creepy ass muziekje, dat bevalt me echt niet hoor. Dan denk ik echt elke keer van, wow, what the fuck gebeurt er achter me, weet je. En dan kijk ik achter me en dan staat er niks. Gelukkig maar, want anders dan is het natuurlijk nog minder leuk. Ik heb zoiets van kool en zo, dat kunnen we beter gewoon hakken met deze dingen. Want dat is gewoon makkelijker, denk ik. Lijkt me, ik ben not sure, maar... aan de andere kant, weet je, kijk. Maakt niet zo denderend veel uit. Zo'n iron hebben we nu, nu hebben we daar genoeg van. Maar zo net hadden we natuurlijk nog een beetje armoedloze momenten qua iron. Maar dat kan beter niet natuurlijk, denk ik. Dat krijg ik ook bijna wel zeker, want ja, dat is een beetje zonde. Ga je allemaal iron hier lopen vernachelen en dan heet er niet meer genoeg. Maar ik hoor mobs, dus dat betekent dat hier nog ergens meer moet zijn. Dat zou je zeggen tenminste, weet je, want dat moet gewoon bijna wel. Maar ja, waar? Wow, dat is wel heel creepy. Moet die bijna ergens wel zijn, toch? Of niet? Of het zit hier boven, dat kan ook nog, hè? Ik weet het niet, maar ik vind het wel creepy. Ik zit hier vol spanning. Alles weer weg te hakken. Maar die geluiden blijven komen en dat vind ik dan een beetje minder leuk. Op zich zijn die geluiden niet zo denderend erg hoor, maar... voel dat je elk moment kan aangevallen worden, dat is dan wel minder chill. En dat gevoel krijg je op een of andere manier wel. Dat je dus dat geluid zo hard hoort. Maar je weet niet waar het vandaan komt en dat maakt het eigenlijk een beetje creepy. Ik denk dat het op zich wel wat meevalt. En ik denk ook wel dat we genoeg gemijnd hebben. We hebben... denk ik een hele stack iron gevonden ondertussen. Dus dat is op zich best wel heel erg netjes. We hebben aardig wat kool gevonden weer. Ook op die plek waar we er zo net waren en weggegaan zijn. Ik denk dat ik hier al... op de weg terug hak ik nog even alles. En dan ga ik dan... zet ik even een sign neer. Dat is nog misschien wel geinig. Zetten we nog een sign neer van... hier zijn we geweest... dan weten we zeker als we hier nog een keer doorheen willen lopen van... oh ja, hier zijn we al een keer geweest.
hoeven we niet terug te gaan daarvoor. Speciaal. Of tenminste dat je denkt, hey, kijk, hier zijn we nog nooit... Oh, wow. Oh, wacht, hier zijn we wel geweest. Of zijn we hier nou niet geweest? Dat lijkt me nog best wel handig. Om het zo'n beetje te gaan markeren. Maar goed, dat kan ik zelf ook wel doen. En dat is helemaal niet zo spannend. En dat is ook helemaal niet leuk om naar te kijken hoe iemand dat aan het doen is. Dus denk ik dat het het beste is om de aflevering hier af te sluiten. Ik hak hier rustig alles nog even af. En... nou, dan zien we elkaar volgende week woensdag weer. Joepie! Dus... tot de volgende aflevering. Ik ga de aflevering hier dus afsluiten, zoals jullie waarschijnlijk al wel begrepen. En dan zeg ik dus, laters.